Zeg maar, ik kon niet drie bellen in. Ik had er echt geen idee van of dat iedereen ging komen. Dat is zo, dus ik vind het echt super dat iedereen gewoon er is en op tijd. Dat is fascinerend. Als er meer volk in de zaal zit als op het podium, dan is het gelukt. Dat is het gelukt. En de malse move? Ah ja, zo ja. Yes. 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 Jeff, die 16e. Wat nu? Oké, zo wat. Bij ons is dat 1. Is dat 1? Die 3-4. Ja. Bij mij is dat F. Oké. Okay. Laten we vanaf nu, als ik F zeg, E denken. En als je G zegt... Het en voor de andere letters doen we dat niet, hè. 1, 2, 3. Er zit ongelooflijk veel humor in zijn muziek. Het is een heel open stuk. De titel alleen zegt het al, In Progress. Er zit ontzettend veel materiaal in. En het is materiaal waar hij heel veel kanten mee op kan. Als de muzikanten goesting hebben, als ze er voor open staan, dan kunnen ze heel veel fantasie gebruiken. Er zijn periodes in muziekgeschiedenis geweest waarin er meer wordt geschreven en weinig aan de fantasie wordt overgelaten. En er zijn dan periodes waarin dat weer los wordt gelaten. Dat weer meer... Bij literatuur is het ook zo. Hè? En dan denk ik dat Michiel wel echt iemand is die veel overlaat aan de fantasie van anderen en zelf als het ware een soort kader maakt waarin er veel fantasie mogelijk is. Of ja, ik weet niet of ik het goed moet uittrekken, maar zoiets. Het is eigenlijk een mailorkest. Vroeger had ze zoiets als een telefoonorkest. Dus dat betekent dat die gewoon voor één productie gewoon gebeld werden. En in dit geval is het een e-mail Facebook orkest. Van sommige mensen ken ik de naam zelf niet, heb ik enkel gewoon een e-mailadres. En het feit dat die er dan gewoon wel staan, vind ik wel heel tof. En de trompet het eerst voorkomen en vaak verder opnieuw. Tien, papa. Papa. Mensen die opgevoed zijn met papier, met partituren, en er zijn hier mensen die opgevoed zijn met hun oren, luisterend muziek spelen. Ik heb de indruk dat vanuit de ene cultuur er een beetje wordt opgekeken naar de andere, maar omgekeerd even goed. Dat zij die met de oren spelen wel een beetje jaloers zijn over het métier en de kennis en de kunde van zij die werkelijk toegewijd met partituren hebben gestudeerd, maar zij die het partituren goed kunnen spelen, wel een beetje jaloers kijken van maar die kunnen vrij zichzelf zijn en muzikaal zichzelf zijn en maar iets doen. Er is een opkijken weg en weer en dat bevrucht daardoor wel, denk ik, en dat is wel iets moois. Wacht erop, Lien. Ja. Lien geeft aan. Ja, dat had gewoon op zouden doen, oké? Ja. Thank you.
denk dat het wel verschilt in de zin dat, dat er een aantal herkenbare elementen in zitten, zoals klassiek. Maar langs de andere kant denk ik dat door de korte tijd dat we hebben om het in te studeren, zoals vandaag met het orkest, samen met alle elektronica, dat het toch ja, mooi in elkaar gaat vallen, maar toch nog een beetje anarchistisch gaat blijven ofzo. Stukken waar je moet kiezen wat je doet. En ik heb ook een echte solo. Maar ik moet wel zeggen dat het voor mij moeilijk is. Dat het, de Michielse muziek, dat wil niet zeggen dat ik het niet graag doe. Hè. Het is wel helemaal anders dan wat ik het gevoel, het gevoel van heb dat het mijn sterke kant is. Ofzo, die kan ik moeilijk kwijt. Dus ik moet echt wel heel hard werken. Omdat het allemaal nogal vol is. En dat mijn eigen muziek vaak meer ruimte laat. En omdat ik graag minimalistisch speel. Maar dat gaat gewoon in deze context. Je moet veel gas geven. Ja, het is in combinatie met. Dan krijg je zo een pok. In Amsterdam, ergens op die boot in de catering, was er zo'n grote wortel. En die is dan uiteindelijk deel gaan uitmaken van... Typisch van Amsterdam, grote wortels. Het geheel. Het is een heel ander concept. Hè. Als je in een orkest speelt, ja, dit is een sectie. Dat is eigenlijk één instrument, al die violen. Of twee instrumenten, nog lang hoeveel stemmen dat ze hebben. En wij zijn solisten, weet je. Wij moeten er proberen mee te blinden. En wij komen van een heel andere kant. En ik vind dat enorm interessant. Ook om die twee dingen, dat je naar een soort van nieuwe soort klank op zoek gaat, dat mengt. En dan heb je iets dat je, ja, als je zo unisono met al die violen moet meespelen, dat doe je niet elke dag. Weet je. Het dichtste erbij is met synthesizers. Dat klinkt dan ook zo eigenlijk violen, maar deze is the real thing. Weet je. En dat is wel heel shit. Ik kon eens altijd onderbreken. Zo. Ja, ik vind dat niet. Dat gebeurt alleszins niet op de manier dat Michiel doet, denk ik. Dat heel persoonlijk is, de manier dat Michiel dat doet. Maar dat is zeker heel wat vandaag aan de hand is, een beetje. Alles wat dat van niks mogelijk is. Ik denk dat we ondertussen 6 uitvoeringen hebben gedaan. Twee of 3 jaar terug in Nederland al 2 voorstellingen hadden en dan nog. Hebben we nog eens in Gent gespeeld en in Boom en nog eens in de Scheldtaap in Antwerpen. Ik denk dat de 5e of 6e voorstelling. Ja, 5e of 6e voorstelling. Oké, goedenavond iedereen. Welkom hier in de casino. Met deze wil ik jullie graag de muzikanten voorstellen en op het podium toe gaan leiden. Esther Bolle. Robin van Heegen. Emmanuel Luciano Krombeen. De klarinetten.
van de band. Benny Nijs, ons alle bekende Bert Dox, dames en heren. Diep respect.